Een politiemacht staat klaar bij het gerechtsgebouw in de Franse plaats Nantes, waar een gijzeling plaatsvindt. Het krakersblad Bluff publiceert gestolen geheime documenten over de handelwijze van politieobservatieteams. De OESO, een organisatie van de rijkste industrielanden, is optimistisch over de Nederlandse economie en met name de lage inflatie en de loonmatiging. Goedenavond. In het gerechtsgebouw van de Franse stad Nantes worden nog altijd 12 mensen gegijzeld door 3 mannen die vrije aftocht eisen. Er wordt onderhandeld, maar er staat ook een sterke politiemacht klaar voor een eventuele bestorming. De 3 actievoerders en hun 12 gijzelaars bevinden zich in de grote rechtszaal. De rest van het gebouw is in handen van de Franse politie en mannen van de speciale terreurbrigade die snel waren overgevlogen vanuit Parijs. Nadat de gijzeling vanmorgen 11 uur was begonnen, werd in de loop van de middag een telefoon aangelegd voor de onderhandelingen. Via die telefoon eisten de 3 actievoerders een bus die hen met de gijzelaars naar een onbekende plaats zou moeten brengen. De autoriteiten gingen daar niet op in. Eerder op de dag was al een televisieploeg binnengelaten om heel Frankrijk te laten zien wat er in de rechtszaal gebeurde. De leider van de gijzeling, Georges Courtois, liep rond met een pistool en een sigaar. Deze Courtois stond vanmorgen met nog 3 anderen terecht wegens roof toen ze uit de verdachtenbank werden bevrijd door een vroegere kameraad. Die kwam op de proppen met een handgranaat en liet weten dat hij een moslim-extremist was. De politie in de zaal werd gedwongen de wapens aan de verdachte te geven en die lieten toen de rechter en de andere aanwezigen in de zaal weten dat ze gegijzeld waren. 17 gijzelaars werden aan het eind van de middag vrijgelaten, maar de rechter en de jury bleven in gijzeling en werden voortdurend bedreigd. J'aimerais bien que les gens qui sont ici nous donnent également leur impression, c'est-à-dire j'entends qu'elle soit exigée dans le temps que j'impartirai. Je possède une montre chronomètre qui sera mise en marche à la minute même que j'aurai fixée pour l'expiration de l'ultimatum. Si cette exigence n'a pas été formulée, un individu sera exécuté ici. Il en ira de même à chaque fois que les exigences ne seront pas respectées. Il est inutile de se lancer dans des manœuvres dilatoires ou diversions, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de gagner de temps, pas gagner de temps, attendez, c'est trop... Non, ça n'existe pas, ça. In de loop van de avond is het hoofd van de antiterreurbrigade, Robert Broussard, 1 uur binnen geweest om daar met de 3 te onderhandelen, maar hij wilde niet zeggen toen hij weer naar buiten kwam. Een actiegroep onder de in deze tijd wel passende naam Stille Nacht, Heilige Vracht is begonnen dossiers te onthullen die zondagnacht werden gestolen. Het gaat om papieren van een observatieteam van de Rijkspolitie in Amsterdam. Het kantoor van dit team ligt op militair terrein. Volgens het blad Bluff houden de observatieteams zich voor 90% met criminelen bezig. Maar verder ook met linkse actievoerders. Dat blijkt uit de dossiers waarin onder meer sprake is van het meenemen van vuilniszakken. Maar ook valt er over Stad Radio Amsterdam te lezen: medewerker van Stad verlaat het pand, na overleg in de brievenbus gekeken, enkele brieven veiliggesteld ter kopiëring en dergelijke, 7 uur posten gestaakt. En veiligstellen is dan in dit geval meenemen. En uit andere fragmenten blijkt dat er ook een sollicitatiebrief uit de brievenbus van Stad Radio Amsterdam is gehengeld. En ook kreeg de actiegroep de hele organisatiestructuur van die observatieteams met tal van details in handen. Bij Stad, de lokale omroep van Amsterdam, was de reactie op het gebeurde nogal laconiek. Zoeken het uit en zijn er verder niet zo kapot van, aldus een zegsman. De inbraak door de actiegroep van zondagnacht wordt onderzocht door de Koninklijke Marechaussee, omdat de zaak zich op militair terrein afspeelde. Maar resultaten zijn nog niet bekend. Alom optimisme over de Nederlandse economie. Zowel de Verenigde Kamers van Koophandel als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, kwamen vandaag met positieve geluiden. De OESO, waarin 24 rijkste industrielanden verenigd zijn, toonde zich vooral opgetogen over de lage inflatie en de ver doorgevoerde loonmatiging in Nederland. Beide kregen van de organisatie het predicaat excellent.
Opmerkelijk, omdat de OESO doorgaans zeer karig is met complimenten. Volgens de Parijse organisatie komt de prijsstijging volgend jaar uit op 1,75%. Tegen gemiddeld 4,5% in de overige landen. De economische groei zal naar verwachting toenemen tot 2%, maar blijft daarmee achter bij de groei in de rest van de OESO van 2,75%. Ondanks de duidelijk betere resultaten neemt de werkloosheid maar nauwelijks af tot 14%, aanmerkelijk meer nog dan de 8,25% in de overige landen. Tevredenheid en optimisme ook bij de Nederlandse bedrijven zelf. Dat blijkt uit een enquête van de Kamers van Koophandel in ons land. 2/3 van de bedrijven is tevreden over de winst en minder ondernemingen dan vorig jaar nog het geval was, leiden verlies. De export steeg wat minder snel, maar de totale omzet ging toch vooruit omdat de binnenlandse inkopen flink stegen. Voor het eerst sinds jaren nam de werkgelegenheid toe. Bij de 47.000 ondernemingen die werden geïnterviewd, nam het aantal banen met 3% toe. Problemen hebben bedrijven met de slechte aansluiting in het onderwijs op de eisen van het bedrijfsleven, maar het totaalbeeld van dit jaar is gunstig en dat zal ook volgend jaar zo blijven. Dat blijkt uit de toekomstverwachtingen. Wij enquêteren die jaar in jaar uit. We vergelijken ook de toekomstverwachtingen van vorig jaar met die van dit jaar. En de toekomstverwachtingen zijn over de hele linie, zowel wat omzet betreft, wat export betreft, wat investeringsniveau betreft en wat werkgelegenheid betreft, gunstiger dan het verleden jaar. De gemeente Rotterdam wil maatregelen tegen het thuispellen van garnalen. Uit een onderzoek van de Keuringsdienst van Waren is gebleken dat het thuispellen erg onhygiënisch gebeurt. De controleurs van de Keuringsdienst zijn geschrokken van de omstandigheden waaronder thuis wordt gepeld. Bij sommige van de ruim 100 adressen die werden onderzocht lagen de garnalen op het toilet, in de badkamer en op één plaats zelfs tussen de konijnenhokken. Ook bleek dat veel thuispellers de garnalen voor het pellen in warm water kweken. Door die behandeling krijgen de bacillen een veel grotere kans, maar toch is niet gebleken dat hierdoor veel meer voedselvergiftigingen voorkomen rond Rotterdam. Ook de andere keuringsdiensten van Waar in ons land hebben een onderzoek gehouden naar dat thuispellen van garnalen. De resultaten daarvan worden begin volgend jaar verwacht. In massagraven in Colombia zijn de afgelopen week 78 lijken gevonden. Die massagraven werden gevonden in een afgelegen berggebied. De slachtoffers zouden horen tot twee verzetsbewegingen die zich onlangs hebben samengevoegd in hun strijd tegen het officiële leger en tegen de burgerregering. Die groepen verzetten zich omdat ze vinden dat de regering niet de nodige maatschappelijke hervormingen heeft aangebracht. Plaatselijke autoriteiten zeggen dat de recente massamoorden het gevolg zijn van onderlinge strijd binnen de verzetsbeweging. Maar volgens een andere lezing is het leger bij de moorden betrokken. De massagraven werden teruggevonden nadat roofvogels de aandacht hadden getrokken van bewoners in de bergen. Lijkschouwers zeggen dat de slachtoffers gemarteld zijn. De meesten zijn opgehangen of gewurgd. In Polen zijn 4 leden van het verboden vakverbond Solidariteit gearresteerd. Ze worden ervan beschuldigd vorige maand betrokken te zijn geweest bij een nationale actie ter vrijlating van politieke gevangenen in Polen. Daartoe hadden ze handtekeningen verzameld onder een petitie die was opgesteld door Lech Walenza en ruim 70 vooraanstaande intellectuelen. In Polen zitten nog steeds rond 400 mensen in de gevangenis om politieke redenen. Onder zeer grote publieke belangstelling zijn vandaag in Zuid-Afrika 3 omgekomen blanken begraven. Zij en nog 3 anderen verloren het leven toen de auto waarin ze reden op een landmijn liep bij de grens met Zimbabwe. De begrafenis werd gehouden in het dorpje Tsaneen in Transvaal en betrof de vrouw en 2 kinderen van de Transvaalse boer Dirk van Eck. Er was een grote kerkdienst georganiseerd voor de uitvaart en de radio in Transvaal zond een boodschap uit aan de 12 diplomaten die onlangs de begrafenis bijwoonden van een aantal zwarten, gedood bij politieoptreden tijdens onlusten. Maar aan de uitnodiging om ook deze dienst bij te wonen gaf niemand van hen gehoor. Behalve de 3 leden van het gezin van Eck zijn ook 3 leden omgekomen van de familie De Nijssen, met wie ze een autotocht maakten. Bij de begrafenis van zijn gezin heeft de weduwnaar een boodschap uitgesproken aan Oliver Tambo, de leider van het verboden Afrikaans Nationaal Congres. Hij zei dat men moest oppassen niet de tijger in de Afrikaner wakker te maken.
Nog nooit heeft Nederland zoveel snijbloemen en planten geëxporteerd als dit jaar. Nu al voor ruim 3,5 miljard gulden. Dat heeft het bedrijfschap in Aalsmeer vandaag bekendgemaakt. Er is nu, nog voor het einde van dit jaar, al voor 300 miljoen gulden meer aan bloemen geëxporteerd dan in 1984. En in verhouding groeide vooral de export van planten. Het nieuwsoverzicht. Er is een Russisch voorstel ingediend om een algemeen verbod op ondergrondse kernproeven in te stellen. Maar dat is alweer verworpen door Washington. Vanmorgen meldde het Russische partijblad Pravda dat de Sovjet-Unie zo'n verbod per 1 januari wil afkondigen en dan ook nog buitenlandse controleurs in de Sovjet-Unie wil toelaten om vast te stellen of dat verbod wordt nageleefd. Tot nu hebben de Russen controle in eigen land steeds van de hand gewezen, maar sinds Gorbachev aan de macht is, is dat veranderd. Het CDA en de VVD zijn openlijk verdeeld over de versoepeling van de euthanasieregels. Het CDA wil eerst nog een advies van de Raad van State over het wetsvoorstel. De VVD wil die vertraging niet, zoals bleek bij de stemming. Een snelle behandeling door de Kamer van het wetsvoorstel is nu mogelijk. In Den Haag diende vandaag het kort geding van de twee verdachten van de Heineken-ontvoering tegen de staat. De twee willen om een lagere straf te krijgen uitgeleverd worden aan Nederland. Volgens het uitleveringsverdrag met Frankrijk mogen ze hier dan alleen worden veroordeeld voor schriftelijke bedreiging. Maandag doet de rechter uitspraak. De Surinaamse politici Aron, Lachman en Sunita komen niet naar Nederland voor een gesprek met Nederlandse collega's. Ze hebben een uitnodiging daartoe afgeslagen omdat legerleider Boutersen niet is uitgenodigd voor dat gesprek over het pasgesloten akkoord in Suriname. En dan is hier John Bernhard met het weeroverzicht. We hadden vandaag eindelijk weer eens een heel bijzonder weersverschijnsel. Er was blauw aan de lucht te zien en dat na 8 dagen met dat hele grijze weer. Het was niet overal droog in Nederland, dat zien we op de satellietfoto erg mooi. We zien op de eerste plaats de opklaringen, grotendeels in het midden en zuiden van het land. En verder kunnen we die witte vlekken boven het noordoosten, zo ongeveer een lijn van Den Helder tot Winterswijk. Dat zijn buien, daar viel nog hagel uit en plaatselijk is zelfs nog onweer ook gehoord. Een wat groter overzicht van West-Europa, met Nederland in de cirkel, zien we dat die buien boven Nederland een onderdeel zijn van een heel complex boven de Noordzee tot aan Noord-Duitsland. Boven Frankrijk zien we wat mist zitten. En vooral aan de westkant bij Engeland en Ierland vrij veel bewolking waar het ook plaatselijk weer regende. Op de weerkaart van Europa ziet het er als volgt uit. Een heel groot hoge drukgebied aan de zuidrand hier van de Azoren tot boven de Alpen. Fraai en rustig weer met plezierige temperaturen, wel plaatselijk wat mist. De depressies, en dat zijn er talrijke, lopen allemaal over het noorden van de Noordzee verder weg. Geeft erg veel sneeuw vandaag, een echt dik pak in Finland. Bekende koude weer in het noorden van Noorwegen en Zweden. En een regengebiedje wat hier zit, daar krijgen we mee te maken. Nog een klein detail voor de wintersportliefhebbers speciaal van het Alpengebied. We zien die Alpen volop in de zon liggen. Er is bijna geen wolkje te vinden. Er zitten wel aardige dingen bij Milaan, daar is het dicht van mist en de temperatuur was niet hoger dan 1 graad. In de zonnige gedeelte van de dalen was het zo'n 6 tot 8 graden. De licht sneeuw, maar wel hoog. En dan voor Nederland, voor de komende 24 uur. We hebben te maken met dat neerslaggebiedje, vannacht wat regen. Morgen ook nog een enkele bui, niet al te veel. Temperaturen blijven aan de zachte kant met zo'n graad of 8. Er staat wel veel wind. Vooral hier in het Waddengebied, een windkracht 8, dat is stormachtig. Boven land uiteraard wat minder. De dagen daarna, tot begin volgende week, in elk geval aan de zachte kant, maar zeer wisselvallig. Einde van dit half elf journaal. Een prettige avond verder.